Dit is Flevoland van zondag 1 december 2019. De twee vermiste Urker vissers zijn vandaag door duikers gevonden in de stuurhut van de gezonken garnalenkotter UK-165. Ze zijn met het kustwachtvaartuig Zeearend naar de wal gebracht, waar ze officieel geïdentificeerd zijn. Vanochtend eigenlijk al vrij snel was het duidelijk dat ze beide in de stuurhut zaten. En het zicht was ongeveer een halve meter. Ze hebben eerst het eerste slachtoffer gevonden en die hebben ze naar boven gebracht. Later zijn ze verder gaan zoeken en hadden ze al vrij snel de tweede man gevonden. De lichamen zijn net van boord gehaald van de Zeearend. Wat gebeurt er nu met de lichamen? Die worden vanmiddag geïdentificeerd en daarna gaan ze, neem ik aan, zo snel mogelijk terug naar Urk. De kotter zonk donderdagochtend vroeg en werd snel gelokaliseerd, maar door de slechte weersomstandigheden kon er niet gedoken worden. De twee bemanningsleden, de 41-jarige Jochem Foppen en de 27-jarige Hendrik-Jan de Vries, waren tot vandaag vermist. Gerrit Klaas-Jelle Weerstand komt van Urk en had een coördinerende rol tijdens de duikoperatie. De dorpelingen spraken hem er vaak over aan. Het is natuurlijk een ramp wat er gebeurd is. En dat merk je ook gewoon aan de reacties. Hopen dat ze gevonden worden en heel veel succes. En, ja, je merkt gewoon de wanhoop bij de mensen. En daarom is het des te mooier dat wij een aandeel hebben mogen leveren in dit resultaat. Hoe triest het ook is. Het dorp rouwt en de gemeente Urk hangt morgen de vlag half stok als teken van collectieve rouw, zegt waarnemend burgemeester Ineke Bakker. Zij kwam vandaag met een schriftelijke verklaring. Het is fijn voor de familie dat aan de knagende onzekerheid een eind is gekomen. En juist op dit soort momenten is de onderlinge verbondenheid op Urk groot. Het wrak wordt binnenkort geborgen. Wellicht wordt dan ook bekend waardoor de kotter gezonken is, want dat is tot nu toe onduidelijk. Meppen voor het goede doel. Kan dat? Nou en of. Liefhebbers van een lekker potje knokken konden in Sportcentrum De Koploper in Lelystad terecht om daar te boksen tegen boksdocenten. Voor €5 mocht je 2 minuten laten zien wat je in huis hebt. Wij zetten ons in voor kinderen die het niet zo breed hebben. Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Dus wij sparren vandaag voor het goede doel. En dat zijn kinderen die sporten niet kunnen betalen. En dan halen wij geld op. Mensen kunnen doneren via rekeningnummer. Of ze kunnen hier komen lekker een rondje met ons boksen. En daar betalen ze voor. €5 per rondje. En de boksdocenten kregen pittige tegenstanders. Zoals Mees. Hij vond het super gaaf om eens een paar fikse rammen uit te delen. Ja, ik vond het wel leuk, ja. Ja? Waarom? Ik mag het nooit, dus eindelijk mag ik het, dus ja. Paps Pepijn dokte €5 per rondje voor Mees. En dat vond hij prima, want het is voor het goede doel. Iedere hulp die men kan geven bij dit soort goede doelen, dat is welkom. En het is heel mooi dat ze het vanuit deze sportvereniging organiseren. Ja. Met de opbrengst worden sportabonnementen gekocht bij Fit 12. En die worden door de stichting IDO, het interkerkelijk diaconale overleg, uitgedeeld aan kinderen uit minima-gezinnen. Ik hoop minimaal 10 kinderen voor minimaal 1 jaar te kunnen laten sporten. Dat is het streven. Terwijl de Sint-kinderen op het stationsplein verwelkomt, wordt er in tabakzaak Point Fumé afscheid genomen. Dit weekend sluit de zaak in Almere Stad haar deuren. Na 33 jaar houden ze ermee op. Ja, maar hoe lang ken ik je al? Eentje? Ja, hem ken ik ook al heel lang. Dat is waar. Maar je kwam met je papa en je mama al binnen. Het is niet zomaar een tabakzaak. Sinds maart 1986 kunnen klanten bij het familiebedrijf terecht voor een sigaartje, krantje of een kraslot. Maar vooral ook voor een babbeltje met eigenaar Jules Otte. En dat de sluiting van de zaak wat losmaakt, is goed te merken. Ze komen en gaan van mensen met bloemen inderdaad. Ja, inderdaad. En dan zie je toch dat, ja, ik ben degene die hier nu staat, maar je doet het wel met een team. Wat maakt dit nou zo'n leuke zaak? Ja, de mensen zijn aardig, zijn vriendelijk. En je wordt goed geholpen. Het is grappig, man. Ja? Het is altijd waar je kwam met boze dingen en klaar ben je zo, ga je zo de deur uit blij. Altijd gezellig? Altijd bij hem is het altijd gezellig. Het is niet nu voor de camera. Iedere dag is er zo een kermis hier. Het was voor ons een automatisme om te doen. Ik denk zowel voor mij als mijn broer. Ja, we zijn allebei, hoor ik vaak van klanten, wel een beetje gek. Een beetje gek? Ja, een beetje gek, ja. Je hebt net de opmerkingen, alle opmerkingen, wat ik wilde zeggen, zei ik altijd. En ik wist wel tegen wie ik het zei. En ja, dan creëer je een sfeer in een winkel zoals je hem hier ziet. En ik denk,
als je zo om je heen kijkt, dat het een beetje uitstervend is. Tot 1 januari kunnen klanten nog terecht bij de Point Fumé die zijn broer in Almere buiten runt. Maar na dit weekend mag Jules Otte volop genieten van zijn pensioen. De profs van Almere City FC gaan morgenavond op bezoek bij Jong FC Utrecht. Het is de eerste wedstrijd onder leiding van Ole Tobiasen. Na het ontslag van hoofdtrainer Robert Molenaar is de Deen tot het einde van dit seizoen nu de baas op het veld. Onder zijn leiding moet er weer een frisse wind gaan waaien in het Janmarstadion. Zekers, ik heb mijn ding aan de jongens uitgelegd. Op het tactiekbord, uitgewerkt op de trainingen, wat we graag terug willen zien. Vandaag weer met videomomenten, wat we van de week, wat we de hele week hebben getraind. En dat is goed opgepakt door de spelersgroep. We hebben gewoon wat minder tactisch getraind. Het is wat meer, iets meer spelletjes en alles. Dus dan is het qua sfeer al gauw wat anders. Ja, er wordt gelachen, er is vrolijkheid. Voelt het ook zo dat er wat van jullie is afgevallen? Nou, niet per se dat er iets van ons is afgevallen. Maar als je bijvoorbeeld tactisch traint, dan maak je automatisch iets minder plezier. Omdat je iets taakbewuster en alles moet gaan spelen. Dus ik denk dat de grootste reden is. Nick Venema, die van FC Utrecht is overgenomen, kreeg van Molenaar weinig speelminuten. Voor de spits kan de trainerswissel dus wel eens voordelig uitpakken. Natuurlijk is het altijd nieuwe trainen, nieuwe kansen. Ole was er eigenlijk al de hele tijd bij. Dus ik weet al gewoon wat mijn kwaliteiten en zo zijn. Dus aan de ene kant nieuwe kansen, maar aan de andere kant hij is er al de hele tijd bij. Tobias wil nog niet zeggen of Venema morgenavond tegen zijn oude ploeg aan spelen toekomt. Ik ben blij dat hij zo geter is, ondanks dat hij ook minder minuten heeft gemaakt. En dan zien we dan morgenavond of die minuten gaan maken. Ja. Tot nu toe heeft City alle competitieduels tegen Jong FC Utrecht gewonnen. Dit jaar doen de Domstedelingen het verrassend goed. De ploeg staat op de 10e plaats in de keukenkampioendivisie, net boven City. De Almeerders zullen Jong FC Utrecht dus zeker niet onderschatten. Dit is wel een tegenstander waar je er bovenop moet zitten. Je moet geen ruimtes weggeven. Geven ze ruimte, dan kunnen ze echt heel leuk voetballen. Dus je moet er bovenop zitten morgen. De wedstrijd van City morgenavond in Utrecht begint om 8 uur. Tafeltennisvereniging Almeerspin in Almere Buiten wil na jaren weer een jeugdafdeling starten. De club heeft het, door gebrek aan geld en vrijwilligers, de afgelopen jaren zonder jeugd moeten doen. Vandaag was de club gastheer voor de kwartfinales van de nationale jeugdmeerkampen in de topsporthal. Een jeugdtoernooi georganiseerd door Almeerspin in Almere. Een club die zelf geen jeugdafdeling heeft. Hoe zit dat? Klopt, wij zijn sinds 2 of 3 jaar jeugdloos. Komt doordat er vanuit de jonge jeugd eigenlijk geen aanloop meer is. En de oudere jeugd die gaat op zaterdag werken. Die hebben verplichtingen, vinden andere sporten inmiddels wat leuker. En daardoor zijn we helaas jeugdloos op dit moment. Toch wil de club weer graag een jeugdafdeling starten. Het is aan de ene kant heel erg jammer. En om het weer op te zetten is lastig. Aan de andere kant, we hebben onze handen vol eigenlijk nu aan alle seniorleden. Want we zijn inmiddels weer een vereniging van zo'n 60 man. We zijn in een paar jaar terug zijn we teruggezakt naar 30 man. Dus wat dat betreft is het leuk weer aanwas te hebben. En wat ook heel leuk is, dat de oude jeugdleden weer binnenkomen druppelen. Dus tafeltennis blijft toch wel aantrekkelijk voor iedereen om te spelen. Dus wie weet in de toekomst? We gaan in ieder geval ons best doen. Voor jeugdspeler Bart de Boef was het ontbreken van een jeugdafdeling reden om in Amsterdam te gaan tafeltennissen. Is het belangrijk voor spelers zoals jij dat er uiteindelijk toch weer een jeugdafdeling terugkomt in Almere bij deze club? Ja, absoluut. Het zou heel mooi zijn. Je ziet gewoon dat er veel meer ontwikkeling is in de club dan. En gewoon veel meer nieuwe mensen ook gaan tafeltennissen. En dat is hartstikke leuk. Want in Almere voor de jeugd is er gewoon weinig groeimogelijkheid. Ja, dus de aantrekkingskracht zou dan ook een stuk groter zijn voor kinderen die willen beginnen met tafeltennissen. Ja, absoluut. Er zouden veel meer mensen die zouden willen leren tafeltennissen. En dat is dan ook mogelijk. Ja. Nu moeten ze gewoon ergens anders heen. Wanneer de club gaat starten met de jeugdafdeling is nog niet bekend. Darter Ron Meulenkamp uit Almere is zich aan het voorbereiden op het WK darts bij de bond PDC. Tijdens de eerste ronde op 18 december staat hij tegenover Ben Robb uit Nieuw-Zeeland. Ik weet dat ik een goede kans maak als ik goed speel. Maar goed, dat goed spelen, die constantheid, dat kan altijd nog beter. Ik kan heel hoog pieken en ik kan ook, als het niet loopt, dan ga ik een beetje de rondegrens.
Maar goed, daar gaan we gewoon niet van uit. En dat is ook deze weken gebruik ik daar ook voor om minimaal gewoon stabiel te zijn. En hopelijk te kunnen pieken waar nodig. Meulenkamp voelt zich goed. Beter dan een paar jaar geleden. De darter verloor ruim 50 kilo. En dat heeft hem goed gedaan. Wat kilo's kwijtgeraakt inderdaad. En daardoor dacht ik toen van ja, dat zijn redenen om beter te worden als je daaraan gaat werken. En dat heb ik opgepakt. En voor mij werkt het in ieder geval, want ik voel me een stuk prettiger ook. Ja, hoe heb je dat gedaan? Ik heb een operatie ondergaan als hulpmiddel. En daarnaast goed opletten wat je eet. De hoeveelheden, gezondheid. Tuurlijk mag je af en toe een keer snacken, maar dan moet je wel over nadenken dat het niet te veel wordt. Vorige week kwam het boek van meervoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld uit. In het leven van de Hagenees speelt gewichtverlies ook een belangrijke rol. Hij viel ruim 30 kilo af, is ook gezonder gaan leven, maar voelt zich tussen zijn oren slechter. Meulenkamp vindt het lastig om dat te lezen. Goed, kijk, toen was hij natuurlijk ook een aantal jaar jonger. Hè? Dan was hij de leeftijd tussen de 35 ongeveer, zeg maar, echt in zijn glorietijden. En hij is nu natuurlijk 52, dus ik kan me voorstellen op het moment dat jij rond die leeftijd veel afvalt, dat je heel je lichaam natuurlijk al even moet wennen. En dat gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Kijk, bij mij gebeurde het toen ik een jaar of 27, 26 was. Dus dan kan je misschien wat sneller aanpassen, misschien nog wat gezonder aanpassen qua lichaam. Dus dat is misschien wel een soort van verschil erin. Bij Meulenkamp vlogen de kilo's de afgelopen jaren eraf, maar er kwam iets anders bij. Meulenkamp zijn werparm, zijn linkerarm, is ondertussen helemaal bedekt met tatoeages. Nou, ik heb het expres op mijn werparm gezet, omdat ik vind dat daar de kracht uit moet komen. Dus ik heb bijvoorbeeld een mooie tijger erop staan. Dat is een beetje afgeleid naar Eye of the Tiger natuurlijk van Raymond. Maar goed, dat geeft me, tijger staat ook voor kracht en vechtlust. En ja, dat vind ik wel bij een darter passen. Ja. Past het inderdaad bij jou, deze linkerarm? Ja, zeker weten. Absoluut. Zeker het strijden en de vechtlust. En ik heb misschien niet het grootste talent van de wereld, maar ik heb ze denk ik allemaal wel een keer verslagen. Dus dat geeft gewoon aan dat je met doorzettingsvermogen en met strijd dat je gewoon heel ver kan komen.